begint hij dus. Iemand zei dat het is Bin Laden. Shalom aleikum. En moet dan naar het station. Tuut tuut. Bezagbi. Yo, Bin Laden. Want ik hoor iets klikken, iets in die doos is aan het tikken. Dit zorgt soms voor veel stress, onder andere bij de NS. Koffers die alleen blijven staan, zijn potentieel om af te gaan. Even bellen, en holleke idee, er komen de boys van de EOD. Veiligheid voor alles, je lacht je rot, dan komen ze weer aan met die robot. Liep, liep, dong, dong, wat dacht je ervan? Het is een horloge uit Taiwan. Al-Qaeda. Angela. Een jaar of wat geleden in die torens van het WTC. Die bommen niet goed gegaan, dan maar als verticale landingsbaan. Spanje, in die treinen dus, ook Londen was het, de metro en bus. Als je het ziet schrik jij je rot, maar Nederland blijft steeds buiten schot. L.L. Qaeda. England en Amerika. L.L. You will die, England en Amerika. Je vraagt je af. Zitten zij te pitten? Weten ze dan wel waar we zitten? Hallo, hallo, ik ben hier. We zitten met z'n allen hier. Wat is er met Holland aan de hand? Zijn we dan niet interessant? Wat dacht je van die Zwanenburgbaan? Daar kan je toch met een bazooka gaan staan? Groningen dan, de Martini-toren. Daar kan je met gemak een Boeing in boren. De botlek, begrijp je wat ik bedoel? Gun ons die mooie paddenstoel. Wees welkom, dus ook vannacht. Kom gezellig langs bij 538.